KWX, het regeringsvliegtuig, heeft voor veel vliegtuigspotters iets magisch. Al is het maar omdat koning of koningin erin kunnen zitten, of liever gezegd, konden zitten. Want het toestel is verkocht aan een Australische vliegtuigmaatschappij. En de beroemde letters PHKBX van koningin Beatrix, die gaan vanaf. Vandaag was het afscheid van de Fokker 70, die 20 jaar dienst deed. Het zijn de echte vliegtuigfans die vandaag gebruik maken van de kijkdag op Woensdrecht. Ja, ik heb echt een hele vette foto gemaakt. Nu lijkt het net alsof ik hem vastpak, zeg maar. En op deze manier zie je dus ook mijn tattoo erbij. Ik heb zelf bij Schiphol gewerkt, Schiphol Oost. Deze heel vaak voorbij zien komen. En als je hem ziet staan, dat doet gewoon iets met je. Het heeft gewoon iets Nederlands, een beetje trots. Ik wil later graag ook piloot worden. Het is hartstikke uniek om zo'n mooi vliegtuig te mogen bewonderen. 20 jaar deed het toestel dienst tijdens bijvoorbeeld staatsbezoeken, maar ook voor reizen van andere leden van de regering. Het publiek mag het toestel vandaag niet van binnen zien, maar de camera mag wel even mee het toestel in. 24 passagiers kunnen maximaal mee. Als het erop aankomt, dan serveren we vaak een kopje soep en een broodje kaas voor de lunch, omdat dat makkelijk serveren is. Ook voor de koning? Ook voor de koning, ja. Dit is de VIP-ruimte van het toestel en meestal zat hier de minister-president, minister, staatssecretarissen, ambtenaren. 90% van de tijd werd het toestel gebruikt door de regering. 10% door de koninklijke familie. En daarom zal het nieuwe toestel ook niet meer de naam dragen van de koning. Koning Willem-Alexander was vorige week piloot tijdens de laatste officiële vlucht. Het vliegtuig zelf vind ik mooi omdat het van Nederlandse makelij is. Hè, en wij zelf geen vliegtuigen meer maken. Dus daarmee is toch iets verloren gegaan. En dit is toch een beetje erfgoed. Het nieuwe regeringsvliegtuig wordt een Amerikaanse Boeing. Maar die is pas over 2 jaar klaar. Zij stapt vandaag na 20 jaar voor het laatst uit haar KBX.